Er was eens een jongen die ging kamperen. Hij had net zo lang bij zijn ouders gezeurd tot het mocht. 'S Avonds viel hij in slaap bij het kampvuur. Diep in de nacht werd hij wakker en hoorde doffe klappen in de verte. Nieuwsgierig besloot hij op onderzoek te gaan. Het geluid werd harder en harder. Uiteindelijk kwam hij bij een reusachtig kasteel, wat hij nog nooit had gezien. De muziek was oorverdovend. Hij deed zijn handen op zijn oren en wilde weggaan. Maar toen werd hij door een gigantische hand gegrepen. Tun, tun, tun. Bottenbreker de Reus was het reuzenfeestje zat. Dansende reuzen maken superveel lawaai. Hij kreeg er hoofdpijn van. En hij wilde oordopjes. Hij propte dennenbomen in zijn oren, maar dat hield het geluid niet tegen. En rotsblokken bleven niet goed in zijn oren zitten. Maar plotseling zag hij de ideale oordopjes. Een klein, friemelig jongetje. Precies wat hij nodig had. Hij propte het kind in zijn oor en drukte goed aan. En toen kon hij genieten van de stilte.